Leuk dat jullie er allemaal zijn. Gaan we er feestje van maken. Vrienden, je gaat ook optreden. Nou, dat weet ik nog niet. Jawel, dan weet je. Want dat nee, daar wachten wij op. Dat heb je... nee, waarom leg je die kunstpenis daar dan voor je neus? Ja, nee, kijk, dit is dan... Kijk, en ik heb ook eigen oortjes. Kijk, in eerst? In eerst, ja. Maar je, daar is je nog nooit mee gewerkt, begreep ik. Dat is voor een dag voor het eerst. Nee. Ik heb zo'n zin in deze uitzending. Ik ook. Ik ook. Ja, nou, er zijn heel veel mensen... Maar als je op gaat treden, dan kom je echt alleen maar in hele, hele, hele grote zalen. Echt serieus, ja, zeg, dat hoor. Vindt hij leuk. Dat, ja, vindt hij heerlijk. Ik heb dat toch ook gedaan, grote vriend. Dan zit je in Zeeland. Dat ligt volgens mij bij Nijmegen, of niet? Ja, Zeeland. Ja, Zeeland, ja, ligt bij Nijmegen. Ja, ja. Je komt in Steenwijk, je komt in Musselkanaal. Dat is echt heel ver. Etten-Leur. En in Musselkanaal heb ik ook gedaan. En ja, daarna ben ik doorgegaan naar Friesland. Ja. Maar in Musselkanaal, ja, dan sta je gewoon in een zaal waar met 5.000-6.000 mensen erin. Ja, dat heet de IJzeren Klap. Ja, dat zijn hele grote, ja, partycentra zijn dat. En dat heb je ook bijvoorbeeld... In Friesland heb je ook zo'n ding op zo'n kruispunt zitten. Weet je wel? Dat was van een sponsor van Heerenveen. Ja, daar stonden buiten alleen al 1.400 klompen als je aankomt. Dat was niet normaal. Maar dan doe je dus hoe vond je dat om te doen dan? Ja, ach ja. Als je jong bent, het doe je gekke leuk, dingen. Jij hebt een beetje een midlife crisis nou. Nee, maar... Nee, maar die mensen maken het niet uit, joh, Wilfred. Die zijn zo lam als een aap. Maar nee, je doet dan één... Die maken het geen reet uit of jij ernaar staat of je broer, nummer, weet je wel. Hè? Eén nummer en dan ben je hup weer weg. Ik? Ja? Ik deed 5 nummertjes of zo. Maar wat moet hij dan allemaal zingen? 20 minuutjes. Ja, maar hij heeft toch al een heel repertoire. Maar hij kan, ja, toch, waar, ja. Hij kan toch kleine jongen zingen en hoe heet hij die andere? Hij gelooft in mij. Bloed, zweet. Kijk, hij doet het wel. Bloed, zweet en tranen. Grappig, hè? Hey. Ja. Dus je kan gewoon hier, kijk, hier kan je gewoon dat ding aan tikken en dan doet hij het gewoon. Ik denk dat John de Mol ook wel zo'n t-shirt wil. Ja, dat denk ik ook wel. Grappig, hè? Maar je hebt toch één keer in Heerenveen gestaan, toen waren er toch 2 mensen? Ja. En toen heb je... Nee, ik ging van Musselkanaal naar het Tialfstadion. Ja. En in het Tialfstadion was een heel groot feest met allerlei artiesten. En ik belde van, joh, ik ben wel te laat. Ja. Ik zou om 11:30 optreden, het werd 12:30. En toen ben ik op mijn gemak naar de Tialf gereden. Ik zag helemaal geen auto's of zo staan. Dus ik denk, nou ja, misschien komen er veel mensen met de trein of zo, weet, ja, je wel. Naar Tialf. Fietsers zag ik ook niet staan, weet je. Nee. Ik zag niks. Dus ik loop naar binnen. En toen stond het inderdaad voor het podium 2 mensen. En die man zei tegen mij, ja, wat moeten we doen? Ik heb al betaald. Ja. Doe maar wat. Dus toen ben ik gewoon gaan zingen. Vol overgaan. Nou, toen was je zelf wel lam. Ja, ja. Maar toen heb ik wel, toen ik wegreed uit het Tialfstadion naar huis, toen heb ik voor mezelf de beslissing genomen: ik doe dit nooit meer. Nee. Ik heb het daarna ook nooit meer gedaan. Nee. Ik stond echt heel erg voor lul. Nou ja. Maar gelukkig hebben het er maar 2 gezien. Dus zo erg was het niet. Nee, dat is waar. Nou, ik denk er nog even over na. We gaan het eerst allemaal even meemaken zometeen natuurlijk. Songfestival, ja, niet doen, hè, toch? Of wel? Wie? Jij? Ja. Nou. Nou, ja, ik zou daar eens heel goed over nadenken. Ja, toch wel doen? Ja. Ja? En ik, ja, dat is heel jammer. Dan is niet meer te combineren, denk ik, met dit presenteren. Dat, nee, dat denk ik ook niet. God, nee, het, nou, zal wel pech zijn. Ja, het is wel vervelend.